Deze aflevering wordt wel een beetje een droevige aflevering. Waarom, vragen jullie je misschien af? Nou, dit is de laatste aflevering van Opa Wouws bij FC Groningen. Niet de laatste, nee. We gaan nog veel langer door, want Opa Wouws gaat naar Manchester United. Maar voor alle FC Groningen fans, ik moet jullie teleurstellen. Ja, Opa Wouws gaat een mooie stap maken van FC Groningen naar Manchester United. Ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat. We zijn momenteel 79 qua beoordeling. Dat is natuurlijk nog niet heel hoog helemaal voor Manchester United. Moet je echt wel dik boven de 80 zijn. Maar dat gaat vanzelf goed komen, denk ik. En dan gaan we eens kijken of we in de basiself van Manchester United kunnen komen. En nu hebben we deze aflevering, dus de laatste wedstrijden bij FC Groningen. Ik zal het even laten zien. We moeten tegen RKC nog. En daarna tegen Feyenoord. Dat zijn de enige wedstrijden. En dan gaan we dus naar Manchester United. Dat is al heel snel. Dus dat gaat deze aflevering gebeuren. En als jullie denken, nou, daar heb ik wel zin in. Doe dat duimpje omhoog. 1000 likes zou tof zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En ik zag trouwens ook dat ik nog wat skill points had. En die willen we natuurlijk gebruiken. En met een beetje mazzel gaan we dan naar 80 beoordeling. Dat zou ook wel nice zijn. Wat zullen we doen? We kunnen dribbelen misschien nog iets upgraden. We moeten gewoon zorgen dat we vet goed worden qua dribbelen. Behalve Eersing dribbelen plus 4 allebei. Oké, dat is nice. Die kost maar eentje. En hier zullen we deze kunnen doen. Lenigheid wordt die ook weer iets beter. Dus dat is ook nice. En ik heb nog eentje over, dan doe ik deze. Top, dan zijn we qua dribbelen flink omhoog gegaan. En we zijn nu ook 80 algemene beoordeling. Dat is ook mooi. Dus weet je, ik denk dat we wel in de basis zelf kunnen komen van Manchester United. Alhoewel denk ik dat 80 nog steeds niet goed genoeg is. Maar voordat we de volgende wedstrijd gaan spelen tegen RKC, heb ik eerst nog even een mooie comment voor jullie. Namelijk deze. Ultimate Gaming. Of Ultimate Isara. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. In ieder geval, die zei dit. Doe L2, R2, L2, R2. Dan sla je een teamgenoot knock-out. Lijkt het dat je al het ziet, Bouws Army. Ik ben heel benieuwd. We gaan het proberen. Dus L2, R2. Oké, we gaan het dus proberen. Nu ben ik wel heel erg benieuwd of dat inderdaad zo het geval is. En voor degenen die de vorige afleveringen niet hebben gezien. We staan nu momenteel vijfde met FC Groningen. En als we de komende twee wedstrijden winnen, kunnen we NEC misschien nog inhalen. En heel misschien PSV of Twente. Maar die kans is wel heel klein. Maar NEC inhalen, dat zou moeten kunnen als wij de komende twee wedstrijden gaan winnen. Dus hopelijk gaat dat gebeuren. Ik zal nog eventjes gaan trainen, want dat kunnen we weer doen. Ja, ja, top. Dan gaan we weer richting een volgende level. We zijn nu al level 22. En volgens mij is het maximale wat je kan halen level 40. Dus we zijn al over de helft. Dus dat is mooi. Maar oké, let's go. Deze wedstrijd moeten we even winnen. Zorgen dat we goed gaan afsluiten bij FC Groningen. En dan ben ik heel benieuwd wat voor team Manchester United heeft. Maar daar komen we natuurlijk verder op in deze aflevering achter. Oei, was dat geen buitenspel? Nee, het was geen buitenspel. Hij had gewoon door kunnen lopen. Dan had hij 1-op-1 gestaan met de keeper. Doet hij gelukkig niet. Want anders hadden we hier waarschijnlijk 1-0 achter gestaan. Nu nog niet. Het is voor de rest wel een beetje een saaie eerste helft. Nog niet heel veel kansen. Misschien dat dit iets gaat opbrengen. Ja, dankjewel. Hier tikkie door. Dat was geen buitenspel. Dus scoor maar of paas maar terug. En dan kan Opa Wouws scoren. Tuurlijk. Oké. R2 en dan R2. Dan moet hij een tegenstander slaan. Of wat was de volgorde? Ik deed L2, R2, L2, R2. Oké, nou, hij kopte wel de cornervlag. Dat wel. Maar jongen, dat is echt een lastige celebration. Ik denk dat dat de celebration is die hij bedoelde. Oké, we proberen het zo meteen nog een keer als ik eventueel nog een keer ga scoren. Maar we staan 1-0 voor, dus dat is in ieder geval mooi. Het is ondertussen rust. De score is nog steeds 1-0 voor Groningen, dus we staan nog steeds voor. Dus dat is mooi. Qua doelstellingen gaan we niet extreem goed. Dribbelpercentage, dat haal je altijd wel. Maar een 8,5 als cijfer halen, nou, voor degenen die deze serie een beetje volgen, die weten hoe moeilijk dat is. Ja, jongen, ik score af en toe een hat-trick en zelfs dan heb ik niet een 8,5 als cijfer. Nee! Oké. We krijgen gewoon elke wedstrijd een goal tegen. Maakt niet uit wie de tegenstander is. De afgelopen gewoon paar afleveringen elke wedstrijd. Het is geen één wedstrijd die we even makkelijk winnen. Alles moet moeilijk of zo. Dat is heel frustrerend. Nou, hopelijk kunnen we snel even de 2-1 maken. En dan de 3-1. Dat we in ieder geval zeker weten gaan winnen. Want anders zou het wel een beetje frustrerend zijn. Dan ben ik meteen weer de bal kwijt. Dat is een beetje zonde. Ja, en dan gaan ze alweer met de volgende schot. Een moeizame redding van de keeper. En dan is het nog een corner ook nog. Dit gaat helemaal niet de goede kant op momenteel. Echt totaal niet. We moeten deze corner wel even gaan verdedigen. Dus hier,
Kopt u maar. En ja, top, 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 top. Dan kunnen we misschien gaan counteren. Hier, steken maar, steken. Oh, perfect op tijd. Oké, opa Mous. Op de brommet. Nou, probeer maar met links. En hoppa. Heerlijk. Oké, we doen meer de L2, L2, R2. Die combinatie. Hij komt wel een... een cornervlag, maar ik weet niet of hij dat doet omdat ik er naartoe loop of omdat ik die combinatie deed. Geen idee, maar we staan 2-1 voor, dus dat is mooi. Dan hebben we de gelijkspel weer even omgedraaid in een voorsprong. Ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden. Oké, dit zou wat kunnen worden, opa Mous. Weet je wat? Ik probeer weer een keertje power shot. Oh, kijk voor betere opties. Dat was net onderkant lat dat hij eruit stuitte. Wat een weergaloos schot was dat, jongen. Oei, oei, oei. Die had een beter lat verdiend. Nou, we proberen het zo meteen nog een keer om met de power shot te scoren. Misschien dat we nu wat tijd en ruimte kunnen creëren. Ah, shit. Oké, nou, ik heb de bal weer. En nu power shot. Nee, helaas, helaas, helaas. Maar ja, we hebben nog wel de bal. Dus dit zou nog steeds wat kunnen worden. Dat was denk ik buitenspel. Nee, of toch niet. Oké, nou ja, top. Dan hebben we in ieder geval gescoord. Daar staan we 3-1 voor. Dan is de buit in ieder geval binnen. Dus dat is mooi. Oké, hier tikkie door. Ja, dit is een goed tikkie. En dan opa Mous met bijna de goal. Had hij toch nog bijna een hat-trick gescoord. Kan misschien nu nog gebeuren uit deze corner. En nee, hij krijgt nu niet de bal. Hier, paas maar naar mij als je de bal verovert. Nou, dat doet hij niet. Oké, de wedstrijd is voorbij. We hebben 3-1 gewonnen. Hartstikke prima. Gewoon goede uitslag. Het werd weer even onnodig spannend omdat RKC gelijk kwam. Maar uiteindelijk heeft FC Groningen toch gewonnen. En dan hoop ik dat NEC punt heeft laten liggen. Want dan zijn we natuurlijk een plekje gestegen op de ranglijst. Maar daar komen we natuurlijk nu zo meteen achter. Uiteindelijk een 8 gehaald als cijfer. Wat een dikke prima is. Maar mijn doelstelling was een 8,5. Dus dat heb ik niet gehaald. Twente heeft gewonnen. NEC had ook gewonnen. Of heeft ook gewonnen, zie ik. 1-0. Dus dat is wel een beetje balen. Dus we zijn op de ranglijst niet gestegen. Nee, inderdaad niet. PSV daarentegen heeft wel punten laten liggen. Dus het verschil met PSV is 2. Met NEC is 1. Dus als één van die teams verliest, PSV of NEC, dan kunnen we nog een plekje stijgen. En tegen wie moeten ze? Oh, nee. PSV moet tegen RKC. En NEC die moet tegen... waar staat hij? Waar staat hij? Oh, tegen Volendam. Oké, ze hebben niet de moeilijkste tegenstanders. Maar ja, als ik gewoon win, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Dan kan het misschien natuurlijk altijd nog. Gesponsorde fotosessie. Nee, gaan we nu niet doen. Ik ga even mijn geld sparen. Dan kunnen we binnenkort dikke aankopen doen. Ik zou even gaan trainen. Oh nee, trouwens, dat kan nu niet. Dan moet ik eerst even doorgaan naar de volgende wedstrijd. En dan gaan we tegen Feyenoord spelen. Eens kijken wat hier terecht van gaat komen. Maar eerst natuurlijk even trainen. Dan staan we weer iets meer in de basiself, want dat sta ik momenteel echt totaal niet. Nee, we zitten de hele tijd een beetje randje wissel slash basisspeler. Maar gelukkig net basisspeler, dat scheelt weer. Dan gaan we nu de laatste wedstrijd spelen voor FC Groningen. En dan gaan we eens kijken of we deze nog kunnen winnen. We zijn sowieso topscorer geworden, maar misschien dat we nog even wat goals erbij kunnen maken. En ik zal wel eens kijken wat het record is van de Eredivisie topscorer. Het record is van Koen Dillen. In totaal heeft hij 43 keer in één seizoen gescoord. Ik weet niet op welk aantal opa Mous nu zit. Ik denk niet dat hij dat gaat verbreken. Maar ja, je weet het niet, hè. 43 keer, dat is wel echt een lijp veel trouwens. Echt niet normaal. Nou, daar gaat Feyenoord al. Als dit geen buitenspel was, dan is dit nu al de 1-0. Het is nu al 1-0. Oh, donders, dat ging snel. Ja, we krijgen in elke wedstrijd goals tegen. En dat is nu ook niet anders. Op zich wel netjes gedaan. Maar ik had echt het idee dat dat buitenspel was. Ik wil de herhaling nog wel eens zien. Hier, wie heeft buitenspel op dan? Want die speler, nou ja, valt mee. Ik had echt het idee dat hij er net iets verder achter stond. Nou ja, maakt niet uit. We staan 1-0 achter. Dat heb ik wel vaker gestaan. Dus met een beetje mazzel komt het dan goed. Want als we deze verliezen, dan gaan we sowieso geen plekje meer omhoog in de ranglijst. Oké, ja, hier doe maar naar opa Mous. Lekker jongen. En dan geplaatst schot. Ho, op zich prima schot. Alleen jammer dat hij er niet in vliegt. En nu de herkansing. En die gaat net naast. Oké, twee redelijk grote kansen. Alleen ja, jammer dat ze er allebei niet in vliegen. Ja, hier, steek maar. Dankjewel. En opa Mous, die moet dat duel winnen. Doet hij een soort van. En dan tik hij door. En dat doet hij ook goed. En dan is het een assist. Oké, top. Oké, nice. Dan staan we weer 1-1. Alleen assisten heb je iets minder aan, want ik wil natuurlijk goal scoren. Maar voor nu vind ik het prima. We moeten de wedstrijd winnen. En dan is teambelang net wat groter. Oké, top. We staan alweer gelijk. Dat is vrij snel gegaan, om eerlijk te zijn. Hoeveelste minuut is het nu momenteel? Ik krijg het nog niet te zien. Komt zo meteen de 20e minuut. Dus dat valt mee. We hebben redelijk snel orde op zaken gezet.
Nee, daar gaat Feyenoord alweer. Oh, dat was een belangrijke redding. Oh, er stonden ze al bijna weer op voorsprong. Ik sta nog steeds gewoon een best wel laag cijfer, om eerlijk te zijn. En deze zit er wel in. Oké, dat gaat bij cijfer niet van omhoog. We staan in 6,2. Totdat ik een prima assist gaf. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan. Als je gewoon alweer achter staat. Dus we moeten weer proberen gelijk te komen. Ja, daar hebben we nog de hele tweede helft voor. Dus hopelijk gaat dat goed komen. Maar winnen, dat gaat al heel pittig worden hoor. Maar ja, zeg nooit nooit. Misschien dat het toch wel gaat lukken. Zou mooi zijn. NEC staat trouwens voor. PSV staat gelijk. Ik weet alleen niet qua doelsaldo wat het verschil is tussen PSV en Groningen. Dus dat durf ik niet te zeggen. Of als wij winnen en hun gelijk spelen. Of we ze dan hebben ingehaald. Want dan gaat het om doelsaldo natuurlijk. Maar ja, we moeten überhaupt winnen hier. Willen we een kans maken om gelijk te komen met PSV. Dus dat hebben we voorlopig nog lang niet. Oké, misschien dat dit wat kan worden hier. Ja, lekkere steekpaas. Oké, dan moet Open Bouws wel met links gaan schieten, maar meestal lukt dat wel. En dat lukt nu ook. Oké, top. We staan weer gelijk. Dan kunnen we heel misschien PSV nog gaan inhalen. Zou wel ziek nice zijn. Ik heb nu trouwens niet de L2R2 celebration gedaan. Misschien moet ik dat zo meteen nog een keer proberen. Maar het lukt me maar niet. Nee, ik weet niet precies hoe je die moet doen. Of dat je ze tegelijkertijd moet indrukken. Geen idee. Misschien moeten jullie dat even achterlaten in de comments. Maar we gaan doorstrijden. Kijken of we deze misschien nog kunnen winnen. Deze wedstrijd. Nou, daar gaat Feyenoord weer. Ah, verdedig hem alsjeblieft. Oh, hij loopt er gewoon bij weg. Die centraal verdediger die erbij stond, die doet gewoon niks. Ja, hij deed wel wat. Hij liep de verkeerde kant op. Moet je de herhaling zien. Zometeen zie je het wel goed. Kijk, die verdediger riep links van bovenin. Die loopt gewoon weg. Die had gewoon in moeten stappen. Dan had hij misschien nog iets kunnen doen. Nu kon hij helemaal niks doen. Oké, nou, we staan dan weer achter. Nou, ik denk dat dit niet meer goed gaat komen, helaas. Nou, en Feyenoord heeft nog een kans. Deze vliegt er denk ik ook in. Ja, inderdaad. Dan verliezen we uiteindelijk 4-2. Oké, het is nu helemaal klaar. Ja, dit gaat het niet meer worden. Niet een hele mooie afscheid voor Opa Bouws. Ja, ik had natuurlijk willen winnen tegen Feyenoord. Dat was mooi geweest. Misschien dat we nog wel één keertje kunnen scoren. Maar ja, mijn teamgenoot verprutst de bal al. En dan hebben we 4-2 verloren. Natuurlijk Feyenoord ook wel een beter team. Dus in principe is het misschien ook wel terecht. Helemaal als je natuurlijk naar de kansen kijkt van de wedstrijd. Dan is het gewoon terecht. Maar het is wel balen. Dus PSV, NEC hebben we niet meer ingehaald. Ook al hebben ze misschien verloren. Ja, we hebben ze sowieso niet ingehaald. Dan ben ik benieuwd wat ze hebben gedaan. Als ze nu hebben verloren, zou heel shit zijn. PSV heeft gewonnen, NEC ook. Oké. Dus als we hadden gewonnen, hadden we ze nog steeds niet ingehaald. Dat is dan een enige troost. Ja, we zijn dus niet meer omhoog of naar beneden gegaan. Uiteindelijk is FC Groningen vijfde geworden. Wat natuurlijk wel een prima resultaat is voor FC Groningen. Want FC Groningen is natuurlijk altijd een beetje middenmoot. En dan is vijfde gewoon best wel hoog van de middenmoot. Ja, dus ik vind het gewoon een prima resultaat. En dan gaan we nu natuurlijk kijken of we kampioen kunnen worden met Manchester United. Jij bent het speler van het seizoen. Oké. Geef een persconferentie, bedank je teamgenoten. Ik bedank mijn teamgenoten, weet je. Het is niet een one-man job. Mijn teamgenoten moeten natuurlijk ook helpen om mij de ballen te geven, assisten te geven. Ook al ging het ook wel regelmatig fout, om eerlijk te zijn. Dat sowieso. Staat er ook iets in over het nieuws? Opa Bouws levert ster. Ja, hier, speler van het seizoen. Dat is wel baas. Hier helemaal in de pak. Ja, ik vind dat wel nice. Ajax wint de Eredivisie. Speler van de competitie bekendgemaakt. Ja, dat is dus Opa Bouws. Maar dan gaan we nu qua tijd eventjes vooruit. Dan kunnen we natuurlijk ondertussen trainen. En zometeen gaan we natuurlijk naar Manchester United. Ik moet trouwens om de zoveel tijd even stoppen om even te trainen. Moeten we zelf bijhouden, maar het is wel handig om dat even te doen. Kom je meer in de basiself, ondertussen krijg je ook nog XP erbij. En met een beetje mazzel zijn we dan al 81 beoordeling voordat we naar Manchester United gaan. En dat zal wel echt fijn zijn. Scheelt wel een hoop. En ik denk dat we het niveau omhoog wel gaan halen. Want we kunnen echt een aantal keer trainen. Dus dat is wel echt lekker. Ja, en ik denk als we nu gaan trainen dat we niveau omhoog zijn. Inderdaad, niveau 22. We hebben weer 4 skill points erbij die we kunnen gaan opmaken. Dus natuurlijk gaan we dat dan eventjes doen. Dan ga ik mijn speler eventjes beter maken. Ontwikkelspeler. Dan moet ik even kijken. Wat gaan we nu doen? Fysiek hebben we al redelijk hoog. Dribbelen hebben we ondertussen ook al redelijk hoog natuurlijk. Misschien pasen iets hoger. Of schieten. Schieten is misschien beter. Want we willen natuurlijk goed goals kunnen maken. Koppen, dat hoef ik niet zo. We willen gewoon volleys afmaken. Dat zijn de dingen die je wil hebben. Oké, dus we gaan deze eventjes doen. Of we doen even deze weg. Wat? Nee. We doen het wel zo. Helemaal prima. Zijn we nu 81 beoordeling? Ja! We zijn 81 beoordeling. Oké, dat is nice. Dus we zijn in ieder geval weer een beoordeling omhoog.
voordat we naar Manchester United gaan. Ondertussen worden we ook steeds meer waard natuurlijk. Kunnen we even kijken in mijn carrière. We zijn 55 miljoen waard. Maar dan is die beoordeling van net er nog niet bij opgeteld. Want dat duurt altijd een paar dagen. We kunnen nu alweer trainen. Ja, dus dat gaan we zeer zeker weten doen. Misschien met een beetje mazzel dat we zo meteen nog wat skill points kunnen opmaken. Maar dan moet ik dus nog een niveau omhoog. Ben benieuwd of dat gaat lukken. Geen idee. Oké, het seizoen is ondertussen afgelopen. We kunnen even kijken natuurlijk nog naar de statistieken. Want als het goed is, is Opa Bouws wel dik topscorer geworden. Of kan je dat hier niet zien? Nee, dat kan je hier niet zien. Training? Nee, dat heb ik al gedaan. Activiteiten, nieuws. Kan je dat hier nog misschien zien? Ah, maar we zijn sowieso topscorer geworden. Dat is één ding wat zeker is. Maar ik ben benieuwd of ik die 43 heb gehaald of niet. Nee, ik heb het niet meer kunnen vinden. Dus helaas, pindakaas, we weten niet of ik de 43 heb gehaald. Ik denk dat een aantal van jullie het wel goed hebben bijgehouden. Dus laat het weten in de comments hoeveel goals ik heb gescoord. Maar als we nu zo meteen weer verder zijn, dan spelen we bij Manchester United. Kunnen we even kijken in wat voor team ik speel. Ja, hier zijn we met Manchester United. Ondertussen horen jullie misschien op de achtergrond wat geluid. Ze zijn hiervoor bezig op de straat. Dus af en toe heb je in één keer dat gedreun. Dan zitten ze met zo'n trilplaat op de grond. Maar we zijn bij Manchester United. Dus dat is wel echt heel nice. We zijn aangenomen. Ik vind die animaties wel heel vet hoe ze dit hebben gemaakt. Ik denk dat we nu de conditietest moeten gaan doen. Maar hier is hij dan hoor. Manchester United. Opa Bouws is gesigneerd. Met Erik ten Hag erbij. Hij lijkt er gewoon echt op. Dat vind ik wel echt baas. Oké, we zijn dus inderdaad nu bij Manchester United. Erik ten Hag staat inderdaad linksboven. We zijn wel wissel. Maar ja, dat is natuurlijk compleet logisch. We moeten onszelf wel gaan bewijzen. Wij beginnen de eerste wedstrijden hier pas. Dus dat duurt nog eventjes. Dan kunnen we in de tussentijd natuurlijk mooi gaan trainen. Maar ik ben heel benieuwd naar het team en zo. We kunnen hier eerst even deze gaan doen. Spreek af met voormalige teamgenoten, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, dan gaan we nog even met FC Groningen spelers een feestje maken. Maar we gaan nu zoveel geld verdienen. Dat is niet normaal. Maar laten we maar eens kijken. Selectiescherm. Ik denk dat we hier alle ratings kunnen zien. Ja. We gaan eventjes helemaal omhoog. En dan gaan we even naar beneden. En dan kijk ik even welke spelers er allemaal bij zitten. We hebben De Gea, 87. Malasia, die is 82. Ook redelijk goed natuurlijk. Gaia, die is ook redelijk goed. Varane, Martinez. Dikke prima. In principe is het bijna het team wat ze nu ook hebben. Misschien een paar kleine verschillen hier en daar. Cuadrado is er dus ook bijgekomen. Casemiro, ja, die is 89. Dat is echt lijphoog. Bellingham, die zit er dus blijkbaar ook bij. 85 rated. Fernandes, ook dikke prima. Wel echt een lijp team. Rashford, Sancho, Anthony, 84 ondertussen ook. En welke spitsen hebben Cristiano Ronaldo natuurlijk? Die is 88 beoordeling nog. Oké, dat gaat wel heel moeilijk worden om die uit de basis te spelen. Ja, in het echt speelt hij niet zoveel. Maar ik denk hier in FIFA dat hij wel veel speelt. Oh, dit gaat heel pittig worden. Martial, die heeft dezelfde beoordeling als Opa Bouws. Wat een team is dit, jongen. Oké, dit is wel heel nice. Ik heb er heel veel zin in om te gaan starten bij Manchester United. Volgende aflevering krijgen jullie daar natuurlijk meer van te zien. Dan gaan we de eerste wedstrijden spelen. Maar dat komt allemaal. Ik laat het er in ieder geval bij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!